Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag met deze leuke royal gaan we de Happy Cardigan vest maken. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en alle reacties. Ik vind het zo leuk dat jullie reageren op de video's. En ja, daar doe ik het voor. Alle reacties wil ik ook zo snel mogelijk beantwoorden. Ik heb ook een kooppatroon van de Happy Cardigan vest gemaakt. Cardigan is gewoon Engels voor vest. Dus ik dacht Happy Cardigan. Het is met stokjes gehaakt. En stokjes en lossen. Dus ja, het kan heel eenvoudig. Het zijn, even nadenken, 6 toeren ongeveer. 6 tot 7 toeren. En ja, die stokjes die verspringen. En dan krijg je echt een hele leuke Happy Cardigan. En ik zou zeggen, kijken, abonneren, duimpjes omhoog. En als je reageert, je krijgt een antwoord. En dan gaan we gauw beginnen. En dan zie ik je zo terug. Tot zo! Om het Happy Cardigan vest te maken heb je nodig wol. Ik heb hier de Royal gebruikt. Dit is 100 gram en er zit 241 meter op. En hij is 100% acryl, maar hij is echt heerlijk zacht. En ik zal het kleurnummer nog even opzoeken. Het kleurnummer is 33 en het verfbadnummer is 50061. En het aantal bollen dat staat in de video, hoeveel ik nodig heb gehad. De kleur komt op de video wel heel anders over, maar het is wel hele fijne wol om mee te haken. En dan heb je nodig nog een schaartje, een centimeter. Ik heb gebruikt haaknaald nummer 5. Met een bamboenaald vind ik heel fijn haken. Ik vind steekmarkers altijd wel handig om om te gebruiken. En een stopnaaldje. En natuurlijk een centimeter. Zodat je even goed meet hoe breed je Happy Cardigan vest is. En hoe. En de lengte natuurlijk ook, hè. Dus alle afmetingen heb ik ook opgeschreven. Alles staat in een kooppatroon. Maar je kan natuurlijk ook de video volgen. En dan gaan we gauw beginnen. Haaknaald nummer 5 heb ik gebruikt. Soms haak je heel strak. Nou, dan neem je een haaknaald losser. Maar ja, ik ga nu beginnen. En ik hoop dat je heel veel plezier hebt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen met de Royal. En de steek is deelbaar door 12. En de afmetingen heb ik uitgeschreven in het kooppatroon, maar ik zal het dadelijk ook hier voor de video laten zien. Maar je zet dus een opzetketting op. En de breedte die ja, die maat die jij nodig hebt, dus S, M of L, en dan is de stekenherhaling 12, dus iedere keer 12. En dan zal ik dadelijk even de afmetingen bijpakken. Dus je zet een opzetlus en je maakt iedere keer 12 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en dan nog een keer natuurlijk 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kijk, en dan ga je die lengte meten welke jij nodig hebt, tenminste de breedte. Nog een keer 12. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kijk, en als je dit dan meet, dus 3 keer 12, ik zal dit dus even meten. Ik kom nu uit op 25 centimeter. Dus heb je 50 centimeter breedte nodig, dan doe je nog een keer 3 keer 12 steken opzetten. Dus dit is 1, 2, 3 keer 12 is 36. En als je dan 2 keer die breedte nodig hebt, dus 50 centimeter, dan zet je 72 steken op. En op het eind maak je 3 losse. 1, 2, 3. En dat is je begin losse. En zo begin je dadelijk aan het patroon. En dan pak ik even het patroon bij. En dan gaan we het even heel rustig uitleggen. Dus dit is het, de uitleg over hoeveel lossen dat je nu opzet. En bij de afmetingen kan je de maten zien. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En ik pak nu eventjes het patroontje erbij. En het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar dat is het niet. Ik heb de streepjes, dat zijn de stokjes. En de bolletjes, dit zijn de lossen. En je ziet dat dit de herhaling is. Iedere keer 12 lossen opzetten om te beginnen. En als we nu aan toer 1 beginnen, we hebben al 3 lossen gedaan. Dus 1, 2, 3, die hebben we al gedaan. En dan doen we 1 losse. En we slaan 1 losse over en we zetten in het 1, 2, 3, 4e, in de 5e, daar zetten we 4, of minstens een stokje, en dan 4 stokjes, een losse, 4 stokjes en dan 3 losse en we slaan er 3 over. Dus we beginnen met de eerste toer. Een, twee, drie, vier, in de vijfde steken we in en we zetten 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. Kijk, en dan pak ik even het patroontje weer erbij. Ik heb nu 1, 2, 3, 4 stokjes gedaan. We slaan 1 steek over en we maken 1 losse en we doen weer 4 stokjes. 1 losse, we slaan 1 steek, die slaan we over, 1, 2, 3, 4. Nou, en dan pak je weer patronen bij. Dan gaan we 3 lossen overslaan en we doen 3 lossen en we gaan weer de herhaling in. Dus 4 stokjes, 1 losse, 1 losse overslaan, slaan en 4 stokjes. En dan doe je weer 3 lossen.
en 3 steken overslaan. Dus we gaan nu 3 losse doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3 steken over. En we gaan weer met 4 stokjes beginnen. Kijk. Dus dit is de herhaling. Je gaat eerst 4 stokjes maken. 1 losse, 1 los sla je over. En 4 stokjes. En dan doe je weer 3 losse en 3 steken sla je over. En zo doe je heel toer 1 vervolgen. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de eerste toer. En we maken het laatste stokje. En dan is dit toer 1. Dan zijn we klaar met toer 1. Zie je netjes, iedere keer 4 stokjes, een losse, 1 overstaan, 4 stokjes en 3 losse overstaan, slaan en 3 losse maken. 4 stokjes, 1 losse, 4 stokjes, 3 losse en 3 steken overslaan. Dit is de eerste toer en dan gaan we nu naar toer 2. We beginnen de tweede toer en ik zal eventjes het patroon erbij pakken. De tweede toer beginnen we, ja hier staat een stokje, maar dit zijn eigenlijk 2 losse. Elke keer begin ik de toer met 2 losse. Maar goed, we beginnen hier bij toer 2 met 2 losse en een extra losse, want we slaan dit stokje over bij toer 2. Dan gaan we in het ene laatste stokje een stokje zetten, of op het ene laatste stokje en op dit laatste stokje een stokje. We zetten 2 stokjes in die opening. We zetten op het eerste stokje van dit groepje weer een stokje en op het volgende stokje een stokje. 2 losse, 2 stokjes in die opening, 2 losse en dan gaan we dit groepje, dit is weer de herhaling. Dus we gaan toer 2. We beginnen dus met 2 losse. 1, 2. We keren het werk en we doen 1 extra losse, want we slaan hier deze, die slaan we over en we gaan in het ene laatste, dus eigenlijk als je deze meetelt, in het derde stokje vanaf de zijkant een stokje maken en in het vierde goed de opening en dan gaan we in die opening 2 stokjes maken. 1, 2. Dan gaan we in die eerste steek weer een stokje maken en op de volgende steek een stokje. Nu zie je dat dit groepje klaar is. Nu gaan we 2 losse maken en 2 stokjes in de opening en weer 2 losse en we slaan deze 2 over en we slaan deze 2 steken over in toer 2. Dus we beginnen met 2 losse en 2 stokjes in die grote opening. En 2 losse en dan slaan we deze 2 weer over en dan gaan we het eigenlijk hetzelfde groepje zoals we zijn begonnen met toer 2, die gaan we dus hier weer neerzetten, dus een stokje, nog een stokje in de opening, 2 stokjes en dan weer een stokje en een stokje. Dus dit groepje, dit herhaal je iedere keer in toer 2 en dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug.
Tot zo! We zijn nu op het einde van de tweede toer. Kijk, ik heb natuurlijk wel een iets kleiner stukje gepakt om het makkelijker uit te leggen. Dus we hebben hier nog op dit groepje een stokje en een stokje. En nu gaan we op het einde nog één losse nou doen. Op het einde doe je één losse. Ik zal even laten zien. Eén losse en een stokje op die losse en een stokje op het laatste stokje. Dus die losse hebben we net gedaan. We slaan dus dit stokje over. We zetten op we zetten hier tussen één stokje. Dus tussen het laatste en de eerste drie losse, daar zetten we een stokje en we zetten een stokje op het op die laatste drie losse van de toer. Dus op het einde heb je maar één losse en een stokje in de opening en een stokje op de laatste drie losse. En dan gaan we nu naar toer 3. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu naar toer 3 en we pakken het patroon er even bij en we hebben hier twee losse en een stokje op dit eerste stokje en twee stokjes in de opening, dus toer 3, twee losse, we keren het werk, een stokje op het eerste stokje en twee stokjes in de opening. 1 2 Als het te snel gaat, zet de afspeelsnelheid langzamer. Dat kan door die drie verticale puntjes hierboven op YouTube aan te klikken en je zet de afspeelsnelheid langzamer of sneller. Dus toer 3. Dan gaan we nu twee losse doen en een stokje op een stokje en een stokje op een stokje en twee losse. Twee losse. Op die middelste twee, daar hoort op elk stokje een stokje. Dus je slaat er iedere keer twee stokjes over en op de derde, daar zet je een stokje en op de vierde, daar zet je een stokje. Dan weer twee losse. 1 2 Zie je dat het patroon er zo een beetje in komt? Dan gaan we nu bij toer 3 zijn we twee stokjes in de opening zetten. Twee of een stokje op een stokje, een stokje op een stokje en weer twee stokjes in de opening van toer 3. Kijk, en dan is dit die herhaling. Iedere keer 2, 6, tenminste 2, 2 lossen en 6, 2 lossen, 2, 2 lossen en 6. Dat is de herhaling. 2 lossen, 2, 2 lossen en 6. Dus dan zie je hoe de herhaling gaat. Dus we gaan nu, we slaan er dus 1, 2 over en we gaan in de opening 2 zetten. 1. 2 stokje op een stokje en nog een keer een stokje op een stokje en weer in die opening 2 stokjes. 1 2 En iedere keer doe je twee losse ertussen en je slaat dus 1 2 steken over en dan ga je weer twee steken zetten op het derde en het vierde stokje. Dat is de herhaling en dan zie ik je weer terug op het einde van de toer. Tot zo!
Dan zijn we nu op het einde van de derde toer. En dan moeten we hierna nog, oh, twee lossen heb ik al gedaan. En dan gaan we twee stokjes in die opening zetten en een stokje op het laatste stokje. Dus ik heb al twee lossen gedaan. Je slaat er twee over en je zet twee stokjes in die opening van toer 3. 1, 2. En om de toer te sluiten ga je een stokje op die laatste losse zetten. En dan is dit toer 3. En je ziet de herhalingen, iedere keer 2, 2 lossen, 6 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes, 2 lossen, 6 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. En het eindigt met 2 stokjes in de opening en 1 stokje op de laatste lossen. En dan gaan we nu naar toer 4 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen de vierde toer met 2 lossen. Dan keren we het werk. En dan pak ik het patroon er even bij en dan hebben we hier de rode. Ja, dit moeten we eigenlijk even kijken. 3 lossen zijn of 2. Ik vind 2 lossen iets beter. Kijk, dit telt als stokje. Dan ga je op de volgende een stokje zetten en op de volgende steek een stokje. En we zetten 2 stokjes in de opening en 2 lossen. Dus dan kom je aan de zijkant op 1, 2, 3, 4, 5 stokjes uit. Toer 4. We hebben 2 lossen gedaan. Op de eerste steek een stokje. Op de volgende steek een stokje. En in de opening 2 stokjes. 1. 2. Zie je dan, als je deze meetelt, dan heb je 5 stokjes. Dus 4 echte stokjes en 2 lossen. Dan gaan we nu 2, even kijken hoor, toer 4, sorry hoor, dit is rood, 2 lossen doen en we gaan in de opening 2 stokjes zetten en we zetten een stokje op het eerste en het stokje op het tweede en weer 2 lossen. Dan weer 4 stokjes, 2 lossen, 4 stokjes. En die 2, zie je, die doe je op de laatste 2 en in de opening. Maar goed, toer 4, we hebben nu dus wel 5 stokjes, tenminste 4 stokjes en 2 lossen. Dan gaan we nu 2 lossen doen. 1, 2. En we slaan deze 2 over en we gaan in de opening 2 stokjes zetten. 1, 2 en op het eerste stokje een stokje en op het tweede stokje een stokje, dan weer 2 lossen, 1, 2 en dan sla je 1, 2 stokjes over en we gaan weer in die laatste, 1 na laatste een stokje zetten. En in het laatste van het groepje een stokje. En weer in die opening 2 stokjes. Dus de herhaling is iedere keer bij toer 4, kan je heel makkelijk onthouden. Het zijn elke keer 4 stokjes en 2 lossen. 4 stokjes en 2 lossen. Zie je dat je het patroontje zo mooi ziet? En dan zie ik je op het einde van toer 4. Daar zie ik je weer terug. Tot zo!
En we eindigen toer 4 met een losse en een stokje op het laatste stokje. Dus toer 4, we eindigen met een losse en een stokje op het laatste stokje. Dus 1 losse. En we slaan dit stokje over. En dan gaan we in die laatste losse. Gaan we een stokje zetten. En dit is het einde van toer 4. Je kan met deze steek alle soorten wol gebruiken hoor, want het komt natuurlijk heel anders over op film qua kleur misschien, dat je zegt nou ik wil toch een andere kleur. Je kan hier allerlei andere dingen van meemaken, maar we gaan nu naar toer 5 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu naar toer 5 met 2 lossen en een, nou ja, ik zal even laten zien. Toer 5, 2 lossen, een stokje in die opening en een stokje op het eerste stokje van die groepjes van 4 en een stokje op het tweede stokje van de groepje van 4 en 2 lossen. Dus daar beginnen we mee. We beginnen toer 5 met 2 lossen. 1, 2. Je keert weer het werk. We zetten een stokje in die opening. En we zetten een stokje op het eerste stokje van de vorige toer. En op de volgende. En we maken 2 lossen. Dan is dit je begin van toer 5. Dan gaan we 2 stokjes in de opening zetten en 2 lossen. En dan gaan we 6 stokjes maken. Dus we beginnen op het laatste van het groepje van 4. De ene laatste en de laatste. We zetten 2 in de opening. En weer op het eerste van het groepje van 4 en op het tweede van het groepje van 4 en 2 lossen. En dit herhalen we weer. Dus iedere keer 2 stokjes, 2 lossen, 6 stokjes. Maar je moet niet vergeten dat je met die 2 lossen ook altijd 2 stokjes overslaat. Dus toer 5. We hebben net 2 lossen al gedaan, dus je slaat 2 stokjes over. En dan gaan we in die opening 2 stokjes maken. Eén. Twee. Twee lossen. En dan sla je 1, 2 stokjes over. En dan ga je op het derde stokje van het groepje van 4 een stokje maken. En op het vierde stokje een stokje. Dan in de opening haak je 2 stokjes. 1. 2. En op die eerste weer een stokje. En op die tweede weer een stokje. En dan maak je dadelijk weer 2 lossen. Maar dit is dus de herhaling. Iedere keer 2 stokjes, 2 lossen, 6 stokjes. En dat is de 5e toer. En dan zie ik je op het einde van de 5e toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 5e toer. Ik heb al 2 lossen gedaan. En dit is de 5e toer. En dan eindigen we met op elk laatste stokje een stokje. Met 3 stokjes eindigen we. Dus dan heb ik die 2 los al gedaan. En dan sla ik er inderdaad 2 over. En dan op het derde stokje 1 stokje. En op het vierde stokje 1 stokje.
en dan op de laatste 1 stokje. En dan is dit toer 5 alweer. Dus dan zijn we op het einde van toer 5 en dan gaan we dadelijk naar toer 6. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu naar toer 6 met 2 lossen en een stokje op het eerste stokje. 1 losse en 2 stokjes op het in de opening en een stokje op een stokje, een stokje op een stokje en 2 stokjes en 2 losse. Eigenlijk is dit precies hetzelfde als toer 5, maar dan verspringt dit. Dus daardoor krijg je ook het leuke patroontje erin. Dus we beginnen met 2 losse en een stokje en 1 losse. Die moet je wel rekening houden dat dit maar 1 losse is en dan die 6 stokjes 2 losse. Dus we beginnen toer 6 met 2 losse. Je keert het werk. We zetten een stokje op dit eerste stokje. Dan op het tweede stokje een stokje. Oh nee, sorry. Dit is toer 6. Dit was dus alleen maar 1 stokje. Op het eerste stokje en 1 losse. Dan in de opening gaan we 2 stokjes maken. 1 2 op dit stokje een stokje. En op het volgende stokje 1 stokje. En dan in de opening weer 2 stokjes. 1 2 dan weer 2 losse en we slaan 1 2 steken over en we doen weer een stokje op het derde stokje en een stokje op het vierde stokje en weer 2 losse. En dit is de herhaling, dus 6 stokjes 2 losse, 2 stokjes. Dus in die opening 2, hier weer 2 en daar weer 2 en dan weer 2 losse en je slaat er wel 2 over. En op het einde van toer 6, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de 6e toer. Ik heb hier 6 stokjes gehaakt en op het einde gaan we nog 2 losse doen en een stokje op het derde stokje en een stokje op het laatste, op de laatste losse. Dus toer 6 beëindigen met 2 losse, een stokje op het 1 2 derde stokje en een stokje op de laatste losse. En dit is het einde van de 6e toer en dan gaan we naar toer 7 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu naar toer 7 en we beginnen toer 7 met 1 2 losse en nog een losse en dan slaan we 1 stokje over. En toer 7 is dezelfde toer als toer 4, dus dat is echt iedere keer 2 stokjes in de opening en 2 stokjes op het begin van de groepje, dus een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, 2 losse, slaat er 2 over en dan weer
vier stokjes, dus op een stokje op het opening. Nou, we beginnen toer 7 met 2 losse en 1 losse. 1, 2, we keren het werk. Nog 1 losse en deze slaan we over. En toer 7 beginnen we dus met 2 stokjes in de opening. Zie je? Dus 2 losse en 1 losse en we slaan deze over. We zetten 2 stokjes in de opening en een stokje op het eerste stokje. En een stokje op het tweede stokje. 2 losse. En deze 2 slaan we over en op de ene laatste een stokje. En op de laatste een stokje. En weer 2 stokjes in de opening. En dat is iedere keer groepjes van 4, hetzelfde eigenlijk als toer 4 is toer 7. Dus je gaat nu sla je deze 2 over en dan ga je weer groepjes maken, 2 in de opening. En eentje op de eerste en op de tweede. En zo maak je heel toer 7 maak je af. Dus iedere keer 2 losse en een groepje van 4 en je slaat met 2 losse ook 2 steken over. En dan zie ik je op het einde van toer 7, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de 7e toer met die groepjes van 4, maar we eindigen met 5 stokjes. Dus toer 7 is de laatste 2 stokjes, daar doe je een stokje op. Een stokje in de opening, een stokje op het stokje en een stokje op de laatste losse. Dat is toer 7, eindigt het. Dus dan heb je in totaal 5 stokjes, dus op die laatste een stokje, in de opening een stokje, op dit ene laatste stokje een stokje en op de laatste losse. En soms is dat wel eens lastig hoor, op de laatste losse, maar ik duw hem altijd er gewoon door. Ik haal de draad op, door 2, omslaan, door 2. En dan heb je eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5 stokjes op het laatst in toer 7. En nu begint de herhaling en je denkt misschien van, nou ik leer dit nooit, maar het is wel een hele leuke steek om met allerlei soorten garen te leren. Of het nu met dik garen is of met heel dun garen. Je kan er van alles mee maken. Moet je kijken hoe leuk dat die openingen komen. Dat is echt heel leuk. En nu gaan we dus vanaf toer 7 ga je weer terug naar toer 2. Dus vanaf toer 2 ga je iedere keer toer 2, 3, 4, 5, 6, 7 herhalen. En na toer 7 ga je weer naar toer 2. En dat is de herhaling. En dan zal ik de afmetingen heb ik voor de video gezet. En dan kan je echt even goed meten hoeveel steken dat je op moet zetten. Maar dit is het patroon en dit heb ik uitgelegd. En dan ga ik zelf lekker verder haken en jullie ook, want jullie kunnen nu met toer 2 weer verder. Dus je spoelt het video weer terug en dan ga je lekker verder haken tot de gewenste lengte. En nou, dan zie ik je daar weer terug. Tot zo, veel haakplezier! Als je alle panden op de juiste maat hebt gemaakt, dus hier dus het achterpand, het linker voorpand en het rechter voorpand, alle delen zijn allemaal gelijk, dus je kan ze in allerlei manieren neerleggen. Je houdt wel de begindraadjes aan de onderkant, dus zo leg je het netjes neer.
En ja, de afmetingen staan en in het patroon. En ik zal de afmetingen nog in de film zetten. En dan pak je een passend truitje. En dat leg je helemaal hier aan de bovenkant. En ik zal het truitje even pakken. Kijk, ik heb een passend truitje aan de bovenkant hier gelegd tot de schoudernaden. Dus dit is het. Dit is gewoon een strak truitje. Maar omdat je natuurlijk een vest is, altijd lekker los. En het gaat erom dat je deze afmeting tot je oksel, dus wat jou past. En dat mag passend zijn, maar je mag ook iets lager gaan zitten. En dan zet je hier een steekmarker neer. En ik zet hem toch op deze lijn. Wacht, dan moet je dit even aanhouden. Dus de oksel. En dan zet je hem op deze lijn. Pak je een steekmarker. En daar ga je het voor- en het achterpand aan elkaar naaien. Dus dan naai je dit helemaal aan elkaar. En dat kan je haken, dat kan je met de stopnaald doen. Maar ik pak gewoon mijn haaknaald. En je zorgt wel dat het een beetje doorloopt. Dus dat alle toeren, zoals je hier een toer hebt met 6 en 2, dan loopt dit, moet doorlopen. Dus vanaf de oksellijn, en dat ga je ook aan die kant doen, de oksellijn, en dan ga je alles aan elkaar haken tot aan de onderkant. En dan zorg je ook weer dat het patroon doorloopt. Dus heb je hier die rij met 4 stokjes, dan zorg je ook dat je hier de rij met 4 stokjes hebt. En dan is dit je oksellijn. Ja, je zet hem vast met een steekmarker en dan ga je dit aan elkaar haken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Gaan we dadelijk nog de schouderlijn maken. Maar nu even de zijnaden tot de oksellijn. Ga je die vasthaken. En dat doe je gewoon eigenlijk door je haaknaald erin te steken, draad ophalen en ja, vasthaken tot je oksellijn. En dan zie ik je zo weer terug tot de schouder. Tot zo! Om nog even te laten zien hoe ik het patroon laat doorlopen, heb ik iedere keer de toer met 4 stokjes heb ik aan elkaar gezet. Kijk, en dan zo loopt het patroon mooi door. En ik hou die oksellijn aan, maar ik heb toch besloten om hem iets lager vast te zetten. Dus deze gaat eruit. En ik zet hem hier vast, zodat je echt een lekkere, ruim, makkelijk in te stappen vest krijgt. En ja, dat doe je ook aan die kant, zodat het patroon mooi doorloopt. En ja, krijg je straks een vest. Dus ik dacht, ik film nog heel even door hoe ik dan het patroon mooi door heb laten lopen. Dus elke keer de toer met die 4 stokjes daar een steekmarker in te zetten. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je klaar bent met de zijnaden, dan leg je hem weer plat op de ondergrond met de verkeerde kant naar onder. Dus de goede kant zie je nu dat het doorloopt en tot de steekmarkeerder van je arm schat. Dus je legt de goede kant ja, naar je toe. Dan gaan we de schouders aan elkaar naaien. En je houdt de opening voor je hals. Je zet in het midden van het achterpand. Dus precies in het midden van het achterpand. Daar zet je een steekmarkeerder en dan 10 centimeter naar links en 10 centimeter naar rechts tot daar. Dus hier zet je een steekmarker en hier zet je een steekmarker en tot daar ga je de schouders aan elkaar haken. En dat betekent, als je hier dus de goede kant hebt, dat je dus je zijkant naar de zijkant klapt, zeg maar, en dan haak je tot die 10 centimeter hier. Vanaf het midden achter, daar zet je weer de schoudernaden aan elkaar. En dan krijg je een beetje zo die dat dit terug gaat vallen. Maar je hebt allebei goede kanten, dus dat wordt mooi. En ook aan deze kant doe je het zijpand weer
tegen het achterpand aan het leggen en je haakt de schoudernaad tot 10 centimeter. Oh, sorry hoor. Ik weet niet of je het nog kan zien. De schoudernaad tot 10 centimeter vanaf het midden achter. En die haak je dan weer vast. Of je naait hem vast. En dan zie ik je raak weer terug. Tot zo. Kijk, als je de schoudernaad ook zo hebt dicht gehaakt. En je legt hem weer allemaal aan de goede kant. Dan komt hij het Happy Garden vest zo uit te zien. En ik ga nog nadenken over hoe ik de afwerking doe. Dus hoe ik nog een rand eraan maak. Misschien wordt het heel simpel, misschien ook niet. En de onderkant ook. Ik ga dat wel in een andere film uitleggen. Want dan maak ik daar gewoon een aparte video voor. Kijk, zie je hoe mooi het patroon loopt dit in het midden. En dat dit midden voor hier zo sluit. Nou, ik zou zeggen heel veel haakplezier met dit vest. En in een andere video. Dus blijf kijken, abonneren, op de knop klikken. En zet de notificatiebel aan. En dan gaan we in een andere video de afwerking uitleggen. Maar ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!